Dit is echt een fantastisch lekkere Chinese tomatensoep. Lekker zoet en toch een mazuurtje erin. Maak daarvoor eerst de bouillon. Je kunt een blokje gebruiken, maar het lekkerste is als je hem gewoon vers maakt. Daarvoor zet je een uitje, knoflook en kippenpootjes op. Dat laat je 15 minuten koken. Ondertussen kook je de mie in wat water. Na een paar minuten haal je dat eruit en zet je het weg. Vervolgens verwijder je de kip. En je laat het bouillon nog even staan. Dat zeef je dan. Zo krijg je een mooie heldere bouillon. En je plukt dan de kip. In de pan zet je tomatenpuree met wat bloem op. Zo ontzuurt de tomatenpuree. Dat bak je even mee. Dan gaat er suiker, gemberpoeder, daarheen gaat erbij. Ontvelde tomaten en een beetje azijn. En dat kook je in. Dan gaat beetje bij beetje de bouillon erbij. En dat laat je 15 minuten koken. Hij is wel lekker dik geworden. Eventueel kan je wat extra water of bouillon toevoegen. Vervolgens haal je door de foodprocessor of door de mixer heen. En je houdt een mooie gladde soep over. Dan bak je de mie. Dat is lekker krokant voor in de soep. Je doet er wat mie in, wat kipvlees. En uiteindelijk de soep.